Ik zat op een terras en een hele goede vriend van mij, Willem Waarle, die komt langs en die zegt, wil je een auto kopen? En ik had net een, in onze termen is dat een televisie gedaan. En ik was net uitbetaald en dat ik in een zak zit. En ik zeg ja. En hij komt voorrijden met een hele oude Pontiac. Ik ga nog niet achter het stuur zitten, want ik kan er niks van. Het gaat naar mijn huis en dan wordt hij dus... ik heb een Pontiac opeens. En toen was er een feest bij me thuis. En met allemaal vrienden en vriendinnen ben ik in die Pontiac gekropen. En ik aan het stuur dit keer. Zonder rijbewijs. En toen ben ik Noord-Holland ingegaan. Ja. Via de IJsluis, et cetera. En toen zijn we allemaal mensen gaan bezoeken ook nog. Dichters, Duisenbui. We komen op een of andere manier heel huids terug op die pont. Amsterdam in. En toen reden we over de Magere Brug. En toen zei ik, jongens, nu gaan we allemaal uitstappen. En dat doen we dan ook. En we zijn richting de gracht gelopen. En het enige wat ik doe is omkijken. Want daar staat hij. Het is jammer. De tijd van het Pontiac is geweest. Prachtig verhaal. Nooit.